wethouder. Dit is de videoboodschap waar het allemaal om draait. En geloof het of niet, wethouder José van Egmond stuurde de tweeling een videoboodschap terug. Dag Floris en Jasmijn, wat een leuk filmpje hebben jullie gemaakt. Ik heb jullie boodschap heel goed gehoord. De pijnakkers van Montessori Basisschool Casa is nu verdeeld over twee locaties. Op de ene locatie zit het grootste deel van de leerlingen. Op de andere locatie zit de bovenbouw. Dat vinden ze op de school helemaal niets. Omdat we dan niet meer helemaal naar die andere locatie moeten wennen. En dat ik gewoon hier ben gebleven. Ik op één locatie wil blijven en dat ik niet mijn andere vriendjes mis. Het liefst wil de school alle groepen bij elkaar in één gebouw. Maar waarom eigenlijk? Wij zijn een startende organisatie en wij vinden dat we voor Pijnakker een geweldig concept neerzetten. We zijn echt vernieuwend bezig en daar is zo'n grote behoefte hier aan. En ik vind ook dat daar wat tegenover mag staan. Zoals nieuwbouw. Alleen de gemeente Pijnakker-Noodorp ziet dit niet zitten. Ik moet efficiënt met geld omgaan. Ik moet ook efficiënt met leegstaande lokalen omgaan. Nou, binnen die mogelijkheden zoek ik naar plek voor alle scholen, waaronder ook CASA. CASA is daar niet uniek in. Vanavond gaan de leerlingen van de school demonstreren bij de gemeenteraad. Of dat gaat helpen is nog maar de vraag. Actie voeren kunnen ze op de school in ieder geval wel. Nee!